opmerkingen te maken of wel een verklaring af te leggen? Ja, we hebben een mooie opportuniteit. Ja, als je een keer wat maken, observation of doen een declaration. Ik ga nu eerst vragen aan de officier van justitie of hij nog vragen of opmerkingen heeft over uw persoonlijke omstandigheden. Ahora que te voy a poner fiscal, ¿tiene un que otro remarque, Paco, of reservación, Paco, lo cual vamos a hacer en antes? Nee, die heb ik niet. Dank u wel. No, no, tien, mas je dank u, señores. Zelfde vraag aan uw advocaat. Heeft u vragen of opmerkingen over de persoonlijke omstandigheden? Ja, meneer de rechter. Twee of drie korte vragen. Eerste vraag aan meneer Cuevas. Hoe lang heeft het gesprek met de psychiater geduurd? Vijftien minuten. Hoe ging dat gesprek? Hoe kunt u daar iets meer over zeggen? Gewoon kennismaking en mijn gegevens opgeschreven en dat was het. En wat vindt u als u uw detentie weer op Curaçao zou moeten uitzetten? Is het veilig voor u op Curaçao? Natuurlijk, want daar is gewoon best een castigo aan Curaçao. Als het safe aan Curaçao. Hier ben ik sowieso niet meer veilig. Geen vragen meer, dank u. Voor de zekerheid check ik dat alles besproken is in uw zaak voordat de officier van justitie het woord kan krijgen. Noteer dat de seguridad te controlar si turcos a bordo repasando como prometo paso palabra para el señor fiscal. De officier van justitie krijgt dan dus het woord voor requisitor. Ja, deze keer, señor fiscal, we willen de opportuniteit.